Cruijff Arena. Het is het decor voor Ajax tegen PSV. Het is de 155ste keer een wedstrijd die niet alleen een topper is, een kraker, maar ook nog eens een keer een duel om de koppositie. Wij kennen natuurlijk PSV heel erg goed en PSV kent Ajax heel erg goed. We hebben veel tegen elkaar gespeeld in de afgelopen periode. De competitie, weken, door een Cruijffschaal. Dus ja, ik denk niet dat wij zoveel geheimen voor elkaar hebben. Ik denk dat PSV ons aan het begin een lastige wedstrijd heeft bezorgd. 0-1 in de tweede minuut al. Gunther gaat er nog één maken. Ja! Ik denk dat wij nu in een hele andere fase zitten dan toen. Veel meer wedstrijden hebben we in de benen. We hebben veel meer aan het eigen systeem kunnen werken. En uiteraard gaan we voor de winst in de volle arena. Het was duidelijk hoe de verhoudingen toen waren. En ik kijk nu voor de toekomst. En daar gaat het om. Dat is zondag. En dan gaan we de degens kruisen. Four last games we played against Ajax, it was always the same test. They are very good with the ball, and the closer they are to the goal, the opponent goal, the better they are. And so we have to keep them away. We willen niet verliezen. We hebben de pest hekel aan om te verliezen zelfs. Dus zondag is het payback time. Goedemiddag en fijn dat u meekijkt. Dusan Tadic voorop bij Ajax en Marco van Ginkel bij PSV. Onder leiding van Serdar Gözübük. Een wedstrijd die voor beide onder wel zeer andere omstandigheden, althans uit de voorbereiding, gaat plaatsvinden. Want nu is natuurlijk voor iedereen hetzelfde op dit veld. Dat is voor de eerste keer PSV. En de vrije kopkans voor Vinicius, redding van Pasveer. Goede ingreep. Eerste grote kans is voor PSV. Pasveer moet voor de tweede keer. Voorlopig gaat het alleen maar goed voor PSV. En moet Pasveer voor de derde keer ingrijpen. Nu op schot van de linkerkant af. Nog goed teruggelegd. Doorloopactie van Gravenberg. Die moet dan binnen zijn, wil je zeggen. Gravenberg zocht Berghuis. Van Ginkel ertussen. Iets met de variant, dat wordt wat gevaarlijker. Bal blijft er hangen, wordt dan bijna binnengeschoven door de jarige Job. Maar hij wordt nog net van richting veranderd. Gravenberg, Tadic. En daar de kans op de treffer. En het is ook meteen raak. Berghuis in de 19e minuut. Ajax slaat onverbiddelijk hard. En hard en hoog. En fraai, dat is waar. Toe, 1-0, 19e minuut. Blijft daar hangen. Anthony geplaatst. Het scheelde niet veel. En uitstekende reactie van Pasveer. Hij had een hoofdrol tegen Haaland. Nu is hij Vinicius en Boscardi, de baas. Blijft toch een levendige wedstrijd. Sterke fases van beide kanten. Blind binnengekomen. Nee, tegen de eigen speler aan. Hij is dicht bij 2-0. Inmiddels het fluitsignaal dat de eerste helft klaar is. Boeiend, zeker. Sterk PSV in de eerste 8 minuten. Ajax, 2 kansen, 1 goal. Dat is zeer effectief. PSV doet zichzelf tekort en heeft de kansen niet benut. Halverwege dus 1-0. PSV is agressief, in de goede zin van het woord. Maar komt wel een 2-0 achter. Het is wat dat betreft een super merkwaardige wedstrijd waarin PSV voor, tijdens en na die treffers van Ajax eigenlijk volledig meedoet, maar wel met 2-0 achter. PSV weer in het probleem dat er foutjes gemaakt worden en Anthony straft het af. Haller is nu de aangever. En Anthony is de man die dat op aangeven van Haller weet af te straffen. Het is payback time. Daarna gaat het over. Dan moet er qua scoren nog eentje komen. Loopactie van Anthony, loopactie van Haller. Haller kapt. Daar is Klaassen. En als Klaassen de bal heeft in de 16,
Ja, daar staan dan dezelfde cijfers als in de wedstrijd op de Kruisschaal, alleen nu bij de andere tegenstand. Even kijken of hier de onderste voor Tadić nog komt. En die komt er. Dan is het feest voor Ajax meer dan compleet. Is dubbel en dwars terugbetaald. Is er nog een extra punt gezet. We wouden de fans. En dat hebben we genomen. Na een moeilijke beginfase. Dan moesten we ons echt in de wedstrijd knokken. En dat is wel eens goed voor deze ploeg om dat mee te maken. Hoe je zulke fases overleeft. En dat hebben we gedaan mede dankzij heel goed keeperswerk van Remco Pasveer. En uiteindelijk zijn we in de wedstrijd gevoerd. Maken we een geweldige goal. En hebben we de wedstrijd naar onze hand gezet.